Regelmatig krijg ik de vraag voorgelegd, hoe slippen die nou een rood pepertje? Dat doe je niet met een mes, want dat is veel te gevaarlijk. Nee hoor, je doet dat met een schaartje. Je snijdt eerst, of je knipt eerst het puntje eraf en dan ga je hem rondom inknippen op deze wijze. En wie vroeger op school handwerk heeft gehad of handenarbeid, die kan dit natuurlijk als de beste. Als je het rondom hebt ingeknipt, dan haal je op deze manier de zaadjes eruit, dus hoef je dat niet aan te raken. En dan knip je er snippertjes van. Op deze wijze. En kijk, hele kleine snippertjes. Gereed voor gebruik. Zo doe je dat.